Hou jij van yoghurt? deze vraag had ik even niet aan zien komen. Ja, dat kan. Niet alles is gescript, dat hoor je duidelijk. Volgens mij moet jij nu vragen hoe ik ben begonnen met hardlopen. Oh, dat was het. Ah, nu snap ik dit. Hardlopen is meer dan alleen je schoenen aantrekken. Het is emotie. Soms oorlog, soms liefde. Soms teleurstelling en vooral ook trots. In deze podcast, genaamd Liefde Verlopen, bespreken Roxanne van Runner's World Magazine en ikzelf, Martin van Men's Health, herkenbare thema's rondom hardlopen. Lekker luchtig, lekker makkelijk, maar soms ook diepgaand. Dit is de podcast Liefde voor Lopen. Welkom bij de allereerste podcast Liefde voor Lopen. Nou, we zitten hier eigenlijk in de Houthavens. Dat is echt het hoofdkantoor van Runner's World Magazine. En van Men's Health. Ik zal hem ook maar even noemen waar ik zelf voor werk. Ik ben Martin de Jong. En hier naast mij zit Roxanne. Hoi. Hey. Hey. We gaan gewoon even een podcast opnemen. Gezellig. Dit is de eerste. De allereerste. Het is wel een beetje spannend, hè? Ja, een beetje wel. Zeker voor mij. Jij bent al een beetje ervaren natuurlijk, hè? Ja, een beetje ervaren. Maar ja, we hebben 6 opnames gemaakt in het verleden. Dat is ook maar 6, hè? Dus dat is niet heel veel. Ja, het is wel meer dan niks. Het is meer dan niks. Daarover gesproken. De podcast heet Liefde Verlopen. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat jouw liefde verlopen is. Maar ook wie je bent, wat je doet. Ja, nou. Vertel. Ja, ik ben dus Roxanne Steiger, 29 jaar en ik woon in Huizen. Samen met mijn vriend en met 2 katten. En ik ben dus online manager bij Runner's World. En ik loop heel graag hard. En het liefst doe ik dat eigenlijk gewoon 's ochtends vroeg. Dat vind ik eigenlijk nog het allerlekkerst. Ik zeg dan ook altijd wel van, ik ben een beetje verliefd op ochtendloopjes. En is dat dan het gevoel wat je krijgt als je uit dat ochtendloopje stapt? Of is dat gewoon überhaupt wat je dan bij lopen hebt? Een beetje die liefde? Ja, dat is wel een beetje die liefde gewoon voor lopen. En ook wel, ja, in de ochtend, dat vind ik gewoon echt ultiem. Ik vind het gewoon super magisch om te lopen met de ochtenddauw. En nog als alles helemaal rustig is en de vogeltjes die dan wakker worden. En, nou ja, dat, ja. Hey, en jij dan? Stel jezelf even voor. Nou, ik ben dus Martin de Jong. Ik kom uit Haarlem. En eigenlijk is mijn sport, tenminste als je me zou kunnen zien nu met een cameraatje, zou je me niet als een stereotype hardloper neerzetten. Ik ben redelijk grof gebouwd. En dat komt dus omdat ik eigenlijk heel veel aan fitness doe. Meestal is dat 6 dagen in de week. En dan eigenlijk een beetje richting powerliften. Dat betekent dat je probeert een gewicht 1 keer op te tillen. En dan met een deadlift, een squat en een bench press. En daarvoor moet je dus heel wat uren verzetten en heel wat gewicht verzetten. Dus je wordt al heel gauw een tank. Nou, als je weet hoe een tank eruit ziet, dan weet je ook ongeveer hoe goed die is in hardlopen of in snelheid. Niet heel goed, maar dat betekent niet dat die tank het niet leuk kan vinden. En ben heel veel bezig nu met cardio om eigenlijk die spieren kwijt te raken voor een challenge. Ik wil aan het eind van het jaar een fietstocht doen van 8000 hoogtemeters. En daar wil ik gewoon zo licht mogelijk zijn. Nou ja, ik ben nu bijna 30. Dat is een mooi moment om eigenlijk alles kwijt te raken. Een soort nieuw nulpunt. Die soort dertigers dilemma, maar dan in een soort fysieke variant. Dus dat is een beetje mijn leven. En ik heb een kat genaamd Piotr. Ja, Piotr. En Piotr is jarig vandaag. Ook dat nog. Ja. Dus, wat een feest. Hey, genoeg over ons, want ik wil het even over de podcast Liefde Verlopen hebben. Hierin bespreken we herkenbare thema's over hardlopen. En in deze podcast gaan we het hebben over die mentale strijd, toch? Dus een beetje de mindfuck. Ja, inderdaad. Ja, en nou ja, volgens mij hebben we dat allemaal wel een keertje gehad tijdens het hardlopen. Dat je echt gewoon onderweg denkt, oh, ik ben moe, ik wil eigenlijk stoppen. Maar dat je toch eigenlijk prima door kan gaan. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, over hoe je jezelf een beetje voor de gek houdt en kunt houden in positieve en negatieve zin. Dus ja. Wie weet heb jij trucjes om jezelf juist te motiveren. Een beetje positieve mindfuck. Of juist de dingen die je probeert, zeg maar, niet te willen. Zoals dat je thuis komt en op de bank gaat liggen. Ja, probeer dan er nog maar eens vanaf te komen. Ja. Dus het is best wel een uitdagende sport. En dat zul je op alle niveaus van de wel meemaken. Dus als topsporter, maar ook als recreatiefloper. Ik ben heel benieuwd naar de tips van onze gast zometeen. Ja.
Ik weet niet of jij daar al iets over wil vertellen, wie we straks hebben en wat ze komt vertellen. Ja, nou later in de podcast schuift Hinke Schokker aan. En ja, zij heeft zich ooit een keertje ingeschreven. Het is echt een heel bizar verhaal hoor. Ze heeft zich ingeschreven toen voor de 10 kilometer en ze liep er 100. Oké, okay, wacht nog één keer. 10 je schrijft je in, 10 kilometer. Ja, voor de 10 kilometer. En je loopt er 100. Ja, dat ging wel lekker, geloof ik. Nou, ik ben vooral heel benieuwd naar de mentale strijd die zij onderweg heeft gevoerd. Nou, kennelijk geen in dit geval. Want ja, het ging heel lekker, ja. Ik heb wel eens 10 kilometer gehad, of gelopen. Maar ik heb nog nooit gehad dat ik toen thuis kwam dacht, ah, weet je, ik heb toch maar voor 100 gedaan. Nou, wie weet als jij straks in Vietnam aan het fietsen bent, dat we je ergens in Australië weer kunnen ophalen. Je weet het nooit. Oké. Okay. Hey, Hinke dus. Hinke, die schuift straks aan. Maar we willen het nu eerst nog heel even hebben over hoe het allemaal bij onszelf is begonnen met hardlopen. Mm-hmm. Dus hoe ben jij ooit begonnen met hardlopen? Ja, het is bij mij best wel een tijdje terug. Ik geloof nu 6 jaar geleden. Toen was ik nog helemaal niet sportief. Ik woog ook best wel veel. Ik zat boven de 110. Dat is de laatste die ik ongeveer heb gewogen. En daarna ben ik wel redelijk gestopt. En ik was dat dan aan spieren? Of, nee, er was geen spier te bekennen. Oh ja. Echt, nee, nul. Babyvet. Ja. En toen op een gegeven moment toen ging ik een stuk fietsen. En toen had ik de smaak te pakken van, hey, bewegen voelt fijn. En ik merkte dat aan mijn diabetes dat goed ging. En toen besloot ik eigenlijk om dat door te zetten door iets meer aan sport te doen. Dus toen ging ik hardlopen en dat ging helemaal niet goed. En toen dacht ik na 1,4 kilometer, dit moet anders. Gelijk ingeschreven voor een hardloopcursus. Wow. En vanaf dat moment is het eigenlijk nooit meer fout gegaan. Ja, diabetes zeg je? Kan je daar even iets meer over vertellen? Want ik ken je natuurlijk wel een beetje, maar onze luisteraars niet. En er komt echt wel wat bij kijken. Je hebt me wel eens ook verteld bijvoorbeeld, hè, dat je nu, ja, inmiddels kan je goed hardlopen, maar je moet ook wel gekke dingen doen voordat je überhaupt de deur uit kan. Ja, diabetes en lopen zijn niet elkaars beste vrienden. Namelijk, het werkt heel goed voor je diabetes om iets aan sport te doen. Maar je diabetes is wel het eerste wat begint te gillen als je zulke soort sporten doet. Dat betekent eigenlijk dat je bloedsuikers heel snel kunnen dalen of stijgen. En wat er gebeurt per keer kan verschillen. Dus de ene keer schiet je omhoog, de andere keer schiet je omlaag. En het is aan jou eigenlijk de kunst als diabetes en als loper om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En daar is gewoon ervaring voor nodig. Dus de eerste, nou ja, 3 jaar, 4 jaar was het echt verschrikkelijk. Gewoon uitzoeken. Ja, gewoon elke keer een hele tas mee vol met zooi. En echt, soms heb je gewoon 3 pakken dextro's nodig voor een uurtje lopen. Ja, en ja, inmiddels. Vertel eens over die cranberry koekjes. Ja, ik heb dus iets, dat weet jij toevallig. Maar ik eet dus altijd een pak cranberry koekjes. Zo'n heel pak eigenlijk van die budget chocolate chip koekjes met cranberries. Van tevoren. Dan laat ik die een uur marineren, zodat mijn bloedsuiker hoog genoeg is om te lopen. En die schiet en als, gewoon. Ja, die schiet dan naar 18. En dat is dan voor mij het signaal, het groene licht dat ik kan gaan. En tijdens het lopen daalt hij dan eigenlijk naar een normale bloedsuiker. Dus rond de 7. Dus dat is ook ongeveer jouw bloedsuiker. Jij zit waarschijnlijk rond de 6, 5,5. En dan kom ik thuis en dan kan ik opnieuw een echte maaltijd gaan eten. Dus dat is een van die trucjes die ik dan mezelf heb aangeleerd. Het klinkt echt als zooi en dat is het ook. Maar je bloedsuiker gaat lekker snel omhoog, waardoor je niet heel lang belabberd voelt van een stijgende bloedsuiker. En daardoor kun je daarna ook langer door. Super interessant. Ja, ja. Het is wel een uitdaging. En dat is dus een ander level eigenlijk, die of een soort laag die over mijn sportcarrière heen komt. Een soort extra uitdaging. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje mijn samenvatting. Hoe zit het eigenlijk bij jou dan? Hoe ben jij begonnen? Waar is het misgegaan of goed gegaan? Ja, nou, ik was nooit zo heel sportief. En op een gegeven moment toen ik begon met mijn master. Ik was aan het studeren. Wat deed je? En persuasieve communicatie aan de UvA. En eigenlijk was ik er gewoon een beetje klaar mee. Dat ik gewoon lui en ook wel een beetje dik. Okay. En energieloos was. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ga hier wat aan doen. Ik ga gezonder eten, maar ik ga ook beginnen met sporten. En voor mij was hardlopen dan wel eigenlijk iets wat relatief laagdrempelig was of zo. Ik kon gewoon schoenen aandoen en dan naar buiten en een rondje lopen. En dat was echt heel makkelijk. Ik hoefde geen abonnement bij de sportschool meer af te sluiten, wat ik in het verleden wel heel veel geprobeerd had en dan ging ik nooit.
Dus ik ging hardlopen en ik ben toen begonnen met... ging kijken eerst op afstandmeter.nl... wat een rondje van 4 kilometer was. Mm-hmm. En dat had ik dan heel mooi uitgeklikt in die tijd. En ik begon gewoon met hardlopen. En eerst kon ik echt misschien 2 kilometer achter elkaar hardlopen. En de rest moest ik dan wandelen. En mijn doel was dan iedere keer om weer een stukje verder te komen. Dus dan onthield ik gewoon de laatste boom waar ik was geëindigd de vorige keer. Ja. En de keer daarna dan probeerde ik 4 bomen daarna of zo pas weer te gaan wandelen. Dus eigenlijk hele kleine stapjes maken, maar altijd vooruitgang. Ja, precies, ja. Ja. En heb je dan eigenlijk vanaf dat moment dat je het omgooide, ben je elke keer verder gegaan? Of kwam er, is het zo progressief als het klinkt? Ja, dat is wel heel grappig. Want in die tijd weet ik ook nog wel dat ik dan aan vriendinnen vertelde van, ik ben begonnen met hardlopen en loop een keertje met me mee. En dat deden ze dan wel, maar ja, die hielden het allemaal niet vol. Dus die haakten dan op een gegeven moment af. En dan zeiden ze, nu, ik heb geen zin meer. En ik ben echt blijven volhouden. En op de een of andere manier, kennelijk ontwikkelde ik echt die liefde voor lopen. En dat is op een gegeven moment uitgegroeid. En ik heb ook de halve marathon uiteindelijk gelopen. Ja. Zo, dat zijn aardig wat bomen, als ik het zo hoor. Ja, toch? Ja, die kon ik op een gegeven moment niet meer tellen. Maar lang leven de hardloop-appjes en zo, die op een gegeven moment natuurlijk uitkwamen. Hey, ik wil eigenlijk even naar onze vaste rubriek. Hij is nu al vast. Ja. Dit is aflevering 1, maar het is nu al onze vaste rubriek. We doen hem elke keer. Nee, superleuk. We hebben een Facebookgroep. Ja. En het heet dan een besloten Facebookgroep. Maar eigenlijk kan iedereen zich daarvoor aanmelden. De Liefde voor Lopen Facebookgroep. Inmiddels al bijna 5000 leden. Superleuk. Zet ze maar eens in een zaaltje. Inderdaad. En daar bruist het gewoon van de liefde voor lopen. En we hebben daar gevraagd van... ons thema voor de volgende podcast is Mindfuck. Hoe ga jij eigenlijk om met die gedachten die je wel eens krijgt tijdens het hardlopen, dat je wil opgeven en dat je het niet meer ziet zitten en dat je naar huis wil? En wat helpt je dan om wel door te gaan? Nou, we hebben iets van 120 reacties binnengekregen. Ja, bizar. Ja. Dat is daarvoor applaus voor iedereen die even mee heeft gedaan. Dat vind ik dankjewel. Leuk. Vind ik top. Nou, de volgende was van Cynthia Wendrieg. Sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. En ze had best wel een agressieve manier. Daar moest ik wel om lachen. Ze zegt van, al die mensen die altijd riepen dat jij niet kan hardlopen. Nou, die gaan je nu bewijzen dat je het wel kan. Duidelijk. En dan nu ophouden met klagen en doorlopen, bitch. Nou, zoiets ongeveer, zegt ze dan. Nou ja, het is een agressieve manier, maar... Ik vind het wel mooi, werken. Want eigenlijk gebruikt ze gewoon de soort haters are motivators, zoals ze dat dan noemen. Eigenlijk wil ze gewoon iedereen ongelijk geven. En dat vind ik wel heel erg tof. Ja, dus, dat vind ik ook wel goed, ja. Ik kan me voorstellen dat het heel goed werkt, Cynthia. Ja. Dan hebben we Sabine Woertink. Die schrijft... zal ik het met een vrouwenstem doen of gewoon met eigen stem? Of nog andere voorkeuren? Oh ja, vrouwenstem. Na 9 kilometer lopen denken Evelien de Groot en ik aan een lekker soft ijsje. Sorry alvast daarvoor, Sabine. Oh. Ik doe dat zelf ook wel. Ik denk dan echt aan het bakje havermout of een lekker kwarkje die ik dan daarna ten monde ga nemen. Als iets ik, andere categorie dan soft ijs, maar absoluut. Ik vind hem ook zeker waard. Ja, maar het motiveert wel. Maar volgens mij is het dan ook wel de vraag, eet je wel goed van tevoren? Want als je met honger gaat lopen en alleen maar aan ijs kan denken... Maar is kijk, vast niet ook iedereen eet natuurlijk een heel pak koekjes vooraf. Dus ik snap wel dat ze zin heeft in een soft ijsje. Daar heb je al een punt. Ja. Ja. Hey, en die van Lotje van Hengel vond ik wel een hele goede. Want zij zegt van, als je gaat wandelen, dan duurt het nog langer voordat je klaar bent. Ja. Dus eigenlijk als je het niet meer volhoudt, je besluit te gaan wandelen. Ja, dan duurt het gewoon heel lang natuurlijk. Ja, want dan loop je nog langzamer. Ik voel bij haar een beetje hetzelfde als wat ik ook heb. Een beetje liefde en haat. Ja. Want als je echt geniet van die wandeling, het lopen zelf, dan zou je niet zeggen, dan duurt het nog langer voordat je klaar bent. Ja, maar kijk, ze dit doet is wel het moment waarop ze echt denkt van, ik wil niet meer, hè? Ja. Ja. Dus dan loopt ze maar gewoon door. Nou, ik vind het wel een goeie. Zit wat in. Ja. Hey, en jij had nog een leuke gevonden, geloof ik? Ja, Elisa, JZ. Ik gok dat ze dan Jezus zoon heet. Maar ze heet JZ. Ze zegt, ik denk vaak 2 dingen. Mijn outfit ziet er professioneel uit. Dus ik moet me ook zo gedragen en het uitlopen. En nummer 2... Bij thuiskomst mag ik weer die chocoladeshake drinken. Hey, over nummer 1 had jij een leuk onderzoek, toch? Nou ja, het blijkt dus dat als je dus professioneel kleedt,
dat je ook daadwerkelijk beter gaat lopen. Dus ze hebben een groep mensen een filmpje laten zien waarin mensen super atletisch waren en een bepaalde sportkleding aan hadden. Vervolgens kreeg een groep diezelfde sportkleding aan en moesten ze op een loopband gaan lopen. En de andere groep kreeg die film niet te zien en ook niet die kleding en moesten ze ook lopen. Nou, welke groep presteerde beter? Tromgeroffel, groep nummer 1 natuurlijk. Die hadden gewoon het beeld gezien van die elite lopers. Die hadden de kleding aan. Dus ineens waren zij voor een gevoel iets meer die lopers. Nou, Elisa, volgens mij doet ze eigenlijk een beetje hetzelfde, maar zij gebruikt daarbij ook de verwachting van anderen. Dus omdat anderen haar zien als die professionele loper, gaat zij zich er ook naar gedragen. Dus ik denk dat dat echt een mooie mindfuck is van hoe zij bijna die anderen gebruikt als motivatie en zichzelf daarmee oppept. Een beetje eigenlijk als die ene die zegt van bewijs dat je het niet kan. Deze mensen gaan er juist vanuit dat je het kan en daardoor ga je het doen. Ja, dus dat vind ik wel mooi. Een beetje net andersom. Ja. Hey, en ik vond Katja Roosendaal, wat zij zegt, vond ik ook heel leuk. Want zij zegt, je kan altijd meer dan je denkt. En dus of je nu dan ook geen zin hebt of buiten adem bent, maar straks dan krijg je misschien nog wel die runner's high. Of, of nou ja, als je thuis bent, dan mag je gewoon lekker eten. En dat herken ik wel. Want ik denk ook altijd wel, hè, als je dan aan het hardlopen bent, dan denk je, ik moet echt wandelen. Ik kan echt niet meer. Maar 9 van de 10 keer kan je eigenlijk nog prima gewoon door. Ja, kijk maar eens op je horloge. Misschien liep je eerst 10 kilometer per uur en dan kijk je en denk oh, ik kan niet meer. Oh, ik ga nu 9,4. Ja, je gaat echt nog steeds prima vooruit. Dus ja. Misschien kun je ook echt niet meer. En als diabetes kan ik ook beamen dat je soms echt moet stoppen. Ik heb ook astma. Ook die hakt er wel eens even in. Maar in de meeste gevallen kun je wel verder, maar wil je verder? Dat is dan een beetje de vraag. Ja. Al is mijn ervaring, stoppen en gaan wandelen helpt ook meestal niet. Tenzij je hartslag echt super hoog is en dat je niet meer kan. Maar als je benen op zijn, ja, die zijn gewoon op en dat gaat hem niet worden. Dus ja, dan kun je beter gewoon even doorlopen en even er doorheen bijten. Want het wordt niet makkelijker als je daarna weer begint met lopen. Want die benen zijn toch op het bot. Ja, dan ben ik dus wel heel benieuwd. Want we gaan even Hinke vragen om erbij te komen. Hinke Schokker. En nou, zij heeft dus in plaats van die 10 kilometer 100 kilometer gelopen. Echt, wow. Bizar. Zou zij dit dan ook gehad hebben? Laten we het er vragen. Welkom, Hinke. Ja, we hebben het net al heel even kort gehad over dat hele bizarre verhaal eigenlijk van jou. Nou, daar gaan we het zo meteen nog wat meer over hebben. Maar we zijn nu allereerst eigenlijk gewoon heel benieuwd. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? En wat is jouw liefde voor lopen? Ja, daar is wel, heb ik wel veel over te vertellen. Ik ben Hinke Schokker. Ik kom uit de Oostermeer. Dat ligt in Friesland. Ik werk in het UMCG. Dat is in Groningen. En ik werk dagelijks als klinisch fysicus in opleiding. En ik heb hiervoor een promotieonderzoek natuurkunde gedaan in Amsterdam. Dus ik ben hier wel een beetje bekend in Amsterdam. En wat is mijn liefde voor lopen? Dat is, is wel misschien wat anders verhaal dan anderen. Ik ben nog niet zo heel erg lang geleden begonnen op mijn 30ste pas. Hoe lang is dit geleden dan? Waar ik ben nu al 35. Eigenlijk is dat een getal wat ik niet vaak wil noemen. Maar ik ben 35, ja. Zo jammer. Ja, en op zich, 5 jaar is natuurlijk best wel lang. Maar ik heb niet die volledige 5 jaar maximaal fanatiek hard gelopen. En dat doe ik nu nog steeds niet. Het is altijd gewoon een hobby geweest. Maar de laatste jaar vooral is dat wel een beetje gegroeid. En dat komt vooral ook door de aandacht die andere mensen eraan hebben gegeven. En dat vond ik vooral bijzonder. Want, vertel, wat is er gebeurd? ik liep wel een beetje hard al. En sinds ik in, want ik heb eerst in Amsterdam gewoond, toen ben ik naar het noorden verhuisd. En toen heb ik mijn vriend daar leren kennen en die doet dan hardlopen. Dus toen ben ik een beetje fanatieker begonnen met lopen. Maar vorig jaar toen, want ik liep altijd halve marathons, nooit verder. Ik had nooit gedacht aan een hele marathon, echt. Is al een prestatie op zich, ja, hè? Even, ja, halve marathons is al, ik doe graag een golfapplaus. Ja. Martin loopt niet verder dan 10, dus dat is al een aardig afstand. Ja, maar ik vond dat ook al best wel veel eigenlijk. En ik had ook van iedereen gehoord die de marathon loopt. Van, eigenlijk is de marathon helemaal geen leuke afstand. Dan moet je zo hard afzien, dat doet pijn, dat is gewoon niet fijn. Dus ik had daar ook niet echt ooit serieus over nagedacht. Maar omdat mijn vriend dus ook loopt en die loopt marathons. Dus toen, en hij ging naar Londen toe en toen moest ik mee om te kijken. En dat vond ik niet zo leuk om alleen te kijken. Dus toen had ik bedacht van dan ga ik de volgende marathon meelopen. En dat was die in Berlijn. En zo is dat toen een beetje gelopen. Maar
Ik wilde die marathon heel goed lopen, want ik ben wel recreatief, maar ik wil ook wel een beetje goed lopen. Dus ik bedoel, ja, iedereen wil af en toe een PR verbreken. Je bent een soort recreatief en competitief naar jezelf, ja, soort wel. In één. Ja, okay. En misschien... Dat is een supermooie mix. Ja, maar ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Ik bedoel, uiteindelijk heb je altijd een doel waar je heen werkt. En, wilde je je vriend verslaan? Die ambitie had ik niet per se. Nee, dat is het niet... wel gebeurd? Ja, dat sowieso wel. Okay. Ja, dus op jouw eerste marathon, wat voor tijd heb je dan neergezet? Dat was ook wel veel beter dan iedereen had verwacht. En ik zelf ook. Dat was volgens mij 2,50, 2,50,5 of zo. Joh, toen je al met 2 begon, dacht ik al van oké, dit is wel serieus. Ja, maar dat was ook... Ja, ik snap soms ook niet hoe dat werkt met hardlopen, maar... Dat was veel harder dan je op basis van mijn halve marathon tijd toen verwacht. Dus ik liep toen ongeveer rond de 1,5 uur halve marathons. Ja. Dus dat is wel gek. Maar jezelf verrassen, daar ben je wel heel goed in volgens mij. Want dat andere verhaal eigenlijk waar wij het al eerder in de uitzending al even over hadden. Dat speelde zich voor de marathon van Berlijn af, begreep ik toch? Dus je hebt eerst die 10 kilometer die per ongeluk 100 kilometer werd. Ja, het was niet zo dat ik 10 kilometer, dat ik dacht 10 kilometer te lopen en toen niet door dat ik nog 10 rondjes extra deed of zo. Maar dat was eigenlijk meer omdat ik, want ik vertelde dus dat ik eigenlijk wel, ja, ik loop recreatief, maar ik wil wel goed lopen en ik ben ook wel een beetje dat ik mezelf hoge doelen, hoge eisen stel. En ik had een schema, maar het probleem was, ik had dat schema niet gevolgd omdat ik het gewoon druk had met werk. En toen wilde ik voor mezelf dat een beetje minder erg maken door gewoon de aandacht ergens anders op te richten of zo. Dus dat ik dacht van, nou, die wedstrijd, dat gaat toch al niet meer goed. Dus dan kan ik net zo goed gewoon iets geks gaan doen of zo. En het was ook zo in dat weekend voor de marathon. Want ik loop het liefst elke week of elke 2 weken een wedstrijd. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. En dat weekend waren er geen andere wedstrijden. Dus ik zat naar te zoeken naar een wedstrijd die een beetje leuk was in de buurt. Maar ja, dat was de enige. Dus ja, wat doe je dan? En ik had hem al een beetje opzij geschoven. Ik dacht van, ja, 100 kilometer, dat kan ik gewoon helemaal niet. Ik bedoel, dat is gewoon idioot. Ik weet niet wie dat doet, maar dat is niet normaal. Maar dat denken wij nog steeds. Ja, herkenbaar. Ja, maar je moet het gewoon eens doen, hoor. Dat valt best wel mee. Maar ik weet niet wat jij hierna doet, Roxanne, maar ik heb mijn schoenen al aan. Ga even een rondje rennen. Ja, hey, waarom niet? Nou, je bent echt verbaasd over wat je zelf kan, hoor. Dat heb ik in ieder geval wel geleerd. Ja, maar je ging er dus heen met de gedachte, ik ga 10 doen en ik zie wel, maar ik heb wel zin in iets geks en ik wil eigenlijk een wedstrijd lopen. Dat waren de soort mix van gedachten in je hoofd? Of in was ieder er nog geval meer? Was niet het idee dat je dan ook 10 keer 10 ging lopen, toch? Nee, ik had nooit gedacht dat ik hem echt uit zou lopen. Het was eigenlijk meer, want ik had dus die wedstrijd wel gezien op de agenda. Ik dacht eerst van, nou, dat wordt niks, dus ik doe dat niet. Maar toen vlak voor de einddatum van de inschrijving, toen zag ik het iemand op Facebook dat hij daar ook heen ging. Ik dacht van, nou, misschien is het wel een groot evenement. En ik had nog nooit van het evenement gehoord. Ik dacht van, nou, als het zo populair is, misschien is het wel leuk om er gewoon bij te zijn en dat gewoon wel te lopen. Maar toen wist ik nog steeds niet zeker of ik... Dus ik had hem wel ingeschreven, inschrijfgeld ook betaald. Maar toen wist ik nog steeds niet zeker of ik hem echt mee zou doen. Maar toen had ik de week daarvoor, of 2 weken daarvoor, liep ik een halve marathon. En blijkbaar wisten die mensen daar dat ik mij ingeschreven had. Want ik stond op een of andere startlijst. En toen zei iedereen van, nou, je bent echt zo gek dat je dat gaat doen. Moet je echt niet doen. Als je dat doet, dan ga je al een blessures krijgen. Al super omstandig. Er waren echt wel 20 mensen die dat tegen mij zeiden. Dus, en toen wat was jouw reactie? Toen, ja, ik zei eerst van, ja, misschien hebben jullie wel gelijk. Het zou best kunnen, misschien moet ik over nadenken. Maar ja, dan als je thuis zit, dan denk je van, ja, ik bedoel, dan is dat misschien wel juist de reden om het wel te doen of zo. Dan denk je van, ja, mindfuck. Ja, niet per se om ze te laten zien dat ze ongelijk hebben, maar gewoon omdat je dan, ja, ik weet niet, je bent dan toch een beetje, tenminste, ik ben dan een beetje tegen de raad, dat ik denk van, dan ga ik het juist doen. Okay. Dus dat was eigenlijk, toen wist ik van, ja, ik ga het wel doen. En ook al loop ik hem niet uit, het is gewoon leuk... Ja, leuk om even iets anders, iets nieuws te doen en kijken hoe dat gaat. Dus neem ons even mee in die dag. Ja, wat gebeurde er? Je ging daarheen en toen? Ja, ik ging daarheen en ik was een beetje bang voor de marathonafstand. Want die had ik dus ook nog nooit gelopen. De beste afstand was 30 kilometer. Wow. En dat vond ik echt al ziek ver gewoon. Dat ik dacht van, nou, dat is wel weer mooi geweest. Maar ik ging daarheen en ik was best wel... Ik wil eigenlijk eerst weten, je staat op en dan... Hoe bereid je je voor? Want ik bedoel, je hebt geen idee. Je hebt nog nooit een marathon gelopen. Nou, dan begint het al, volgens mij, bij mij begint het al met nadenken. Wat ga ik eten? Ja, daar heb ik ook wel over nagedacht. Wel een week van tevoren of minder dan een week. Ik kwam woensdag kwam ik bij de hardloopwinkel. En ik vroeg zo van, nou, hebben jullie misschien schoenen voor ultralopen? En gelletjes voor ultralopen en zo? Nou ja, die man die lachte mij ook echt keihard uit. Hij zei van, nou, wat
Dat is gewoon zo onverstandig om te doen, moet je niet doen. Maar ja, uiteindelijk heb ik wel gewoon schoenen van hem gekocht dus. En gelletjes ook. Dus ik had me wel een paar dagen van tevoren nieuwe schoenen gekocht, nieuwe gels gekocht. En, dus technisch was je goed voorbereid qua spullen? Ja, ja, ja. En ja, gelletjes daar, die had ik vroeger nooit, omdat ik ze gewoon echt niet te hachelen vind. En dus dat was wel een beetje een, ja, even kijken of dat goed ging. Ja. Maar ik wist wel, tijdens het hardlopen wil ik liever niet vastvoedsel. En ik wist ook dat als je zo eind loopt, moet je wel wat eten. Dus voor mij was dat gewoon duidelijk. Maar eigenlijk heb je dus ook gewoon alles gedaan waarvan ze zeggen, dat moet je niet doen. Want ja. Nieuwe trainen, schoenen, nieuwe gels. Ja, precies. Ja. 100 kilometer. Ja. Ja, maar ik kan het echt iedereen aanraden. Het is zo leuk om gewoon iets te doen waarvan iedereen zegt, wow, niet doen. En dan toch het doen, dat is gewoon echt leuk. En toen je stond op? Ja, en ja, de dag daarvoor, ik was een beetje druk met mijn werk. Dus ik was helemaal niet bezig met die 100 kilometer de avond ervoor. Ik had dan wel even een stukje op mijn haar nieuwe schoenen gelopen. Gewoon om ze wel een beetje in te lopen de avond ervoor. En ja, ik heb geen idee hoe je die lange afstanden moest aanpakken. Dus ik ben echt als een malle gaan eten. Mm-hmm. Ik heb echt 2 keer zoveel gegeten als normaal. En dat vond ik wel leuk. Dat is wel het fijne van ultra lopen, dat je echt heel veel mag eten. Ja. En de ochtend ja, heb ik gewoon heel veel ook weer gegeten. Dus heel veel boterhammen met suiker. Oké. Okay. Ja, ik wist niet zo goed of dat werkte, maar... Het werkte kennelijk. Ja, en ik hoefde ook niet naar de wc tijdens het hardlopen. Dus eigenlijk was dat wel goed. Oh, top. Oké. Okay. Ja. En ja, toen kwam ik daar aan. En het was ook dichtbij. Dat was ook een van de redenen dat ik daarheen ging. Omdat het gewoon in de buurt was. En ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik deed gewoon wat ik normaal altijd doe. Dat ik een beetje heen en weer ga lopen tijdens de wedstrijd. Maar toen werd ik meteen al vierkant uitgelachen door een ultraloper. Want die zei dat dat echt niet de bedoeling is bij een ultraloopwedstrijd. Omdat je dan al zo veel kilometers moet maken tijdens de wedstrijd, dat het inlopen gewoon niet nodig is. Mm-hmm. Dus dat was echt wel een leuk momentje. En ja, toen bij de start, toen werd ik ook nog aangesproken door iemand van RTV Noord. Want die had het ook gehoord dat ik daar ging starten. En ja, die vroeg aan mij of ik na afloop nog eventjes naar hem toe kon komen om voor een interview. En toen vertelde ik hem nog van ja, ik denk niet dat ik hem uit ga lopen. Dus en zei van ja, het maakt niet uit, dan kom je gewoon eerder naar me toe. Dat spreken we gewoon als je uitgestapt bent. Oké. Okay. En ja, toen ging het van start. En ik, ja, ik vind, altijd met de wedstrijd heb ik wel een beetje een vrolijk gevoel of zo. Een beetje adrenaline. En, dus ja, ik vond het wel leuk. Gewoon starten. En hoe ging dat? De eerste 10 gingen goed? Ja, wel wat te hard. Ik was helemaal niet bekend met de ultralopen. En iedereen zegt altijd van ja, je moet langzaam starten. Maar ja, niet te vroeg pieken. Ja, maar dat vind ik ook altijd zo stom. Ik bedoel, je kan best wel snel starten. Je moet ook gewoon zorgen dat je snel finisht, denk ik dan. Dat is okay. Het probleem niet. Het probleem is altijd... Heb je wel een heuse rebel aan ja, tafel? Ja, ja. Ja, maar ja, ik ben niet zo hard van start gegaan als dat ik normaal 10 kilometer zou lopen. Dus ik liep de eerste 10 kilometer in 42 minuten. En daarna is het gewoon wel bergafwaarts gegaan. Oké, okay. En toen nog een keer 10. Toen dacht je, oké, okay, nog een rondje. Maar ja, het zijn rondjes van 10 kilometer. Hoe ging dat? Was die baan ook 10 kilometer dan? Of? Ja, dat was gewoon een... wat kan ik ervan zeggen? Het is gewoon een rondje en dat gaat dan ook over door een buurt. En het is best wel leuk georganiseerd in Winschoten. Het is echt een grote wedstrijd. Iedereen die leeft er helemaal naartoe. En er is ook een straat die dan helemaal versierd is. Dus het is gewoon best wel een leuk feestje. Is dat ook nog leuk als je dan op een gegeven moment 8 keer daar doorheen bent gekomen? Ja, ik vond het echt leuk. Ik vond het echt leuk. Want ja, je wordt elke keer aangemoedigd. En in het begin dacht iedereen, en dacht ik zelf ook, van nou, die zien we na 50 kilometer is die sowieso verdwenen. Mm-hmm. Dus maar na 50 kilometer ging iedereen ook gewoon steeds enthousiaster schreeuwen naar je. En ze gaven me allemaal drinken en zo. En dus ja, ik vond het wel leuk. Het want leuk. Ben je gestopt op een gegeven moment nog? Heb je gepasseerd of zo? Of? Nee, niet gestopt. Gewoon doorlopen. Want ja. De tijd loopt. Ja. Wauw. Maar en kwam er dan een dieptepunt eigenlijk? Of liep het gewoon eigenlijk zo stabiel als je het in je hoofd als onmogelijk had bestempeld? Nou, er kwam er geen dieptepunt. Ik was wel zelf gewoon heel erg bang voor die 40 kilometer. Want iedereen zegt dat je dan tegen de muur aanloopt. Dus ik... Mm-hmm. Ik zat die eerste 3 rondjes dacht van nou, het voelde nog prima. Na het 4e rondje dacht ik van... Waar is die muur? Ja, en toen voelde ik het niet. En toen dacht ik van nou, dit ziet er best wel goed uit. En ik wist wel dat mijn tijden gewoon naar beneden aan het zakken waren. Maar toen had ik gewoon al best wel een euforisch gevoel of zo. Ik was gewoon in het begin, voordat ik überhaupt het plan had om Berlijn te gaan lopen, was ik best wel een beetje bang voor die marathonafstand. Ik dacht van ja, dat is gewoon zo ver. Dat gaat pijn doen of zo. En met die 100 kilometer had ik dat voor mezelf dan ook een beetje weggenomen, die angst. Dus na 40 kilometer ging het goed, na 50 kilometer ging het goed. Maar het ging wel steeds ietsje langzamer. Maar ik heb nooit het moment gehad van nou, ik stap uit. Want, okay. Want hoe ging dat in je hoofd? Wat gaat er door je hoofd als je op een gegeven moment zo ver aan het lopen bent?
Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Ik probeer gewoon te focussen op het lopen en niet te veel moeilijke gedachten te hebben of zo. Ik denk niet aan wat gebeurt als ik gefinished ben of wat gebeurt als iemand me inhaalt. Ik ben gewoon echt aan het lopen. Maar je hoeft jezelf niet te motiveren. Je bent gewoon bezig en dat lukt. Ja, gaat ja. Het wel door je hoofd van ik kan ook stoppen nu? Ja, maar ik heb nooit overwogen om echt te stoppen, zeg maar. Het is... Nee, ik ben gewoon echt alleen maar bezig met lopen op dat moment. En ik denk niet aan wat er gebeurt als ik finish... of wat de tijd is, of hoe snel ik loop... of wat mensen aan de kant denken. Want wanneer besloot je dan tijdens die wedstrijd... misschien ga ik gewoon wel de 100 kilometer halen? Nou, dat was niet echt een beslissing. Want ik dacht op elk moment... ik had gewoon geen idee wat mijn lichaam zou doen. En dat, zeg maar, op elk moment van de hele 100 kilometer heb ik gedacht... van, nou, het kan ook gebeuren dat ik flauw val... of kan iets anders gebeuren. Ik weet niet wat mijn lichaam doet. Ja, want die jelletjes eten ging wel... Ja, we gingen best wel goed. En ik had, want dat had ik gelezen. Ik had er wel goed voorbereid als in. Ik had gegoogeld wat andere mensen deden. En die zeiden van, nou, zolang je gewoon eten in je mond blijft schuiven, dan gaat het gewoon goed. Dus ik had gewoon bizar veel jelletjes naar binnen geschoven. En ja, dat ging goed. Dus zelfs in het laatste rondje dacht ik nog, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar toen ik de finish zag, het laatste rondje, toen dacht ik wel van, nou, ik ga het wel halen. Dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, ik ga het wel halen. Dus, maar dat was wel echt de meest bijzondere wedstrijd die ik ooit heb gelopen. Want dat is gewoon sowieso iets wat je nog nooit gedaan hebt. En wat veel anders is dan wat je tot dan toe gewend bent. Ja. En ook de reden dat iedereen zegt, je moet het niet doen. En dan dat je gewoon jezelf ook daarmee zo verbaast, zeg maar. Ja, dat vond bizar, ik wel leuk. Je werd eerste. Ja, dat was ook wel bizar, ja. Maar niet van de man. Het verhaal wordt echt steeds gekker. Hè? Het is echt ook, kijk, als je nou stel je had een perfecte voorbereiding gehad en je wordt eerste, of je loopt überhaupt 100, en dat is al alles los van elkaar is al bijzonder. En het cumulatief van dit hele verhaal maakt het zo bizar dat ik het gewoon, het is bijna onwerkelijk. Maar je bent het levende bewijs. Dit zeg maar. Is al mindfuck, hè? Of ja, niet? Ja. Echt. Ja, maar toch denk ik, want iedereen, ik denk mensen gewoon wat te veel naar elkaar luisteren of zo. Dus ik zou iedereen uitdagen om gewoon af en toe is niet te doen wat andere mensen je adviseren en gewoon iets geks te doen. Dus iets te doen waarvan je denkt van, nou, dat kan ik absoluut niet. Je advies is luister niet naar mijn advies. Inderdaad, luister wel naar mijn advies. Okay. Hoe lang heb je erover gedaan, over die 100 kilometer? 8:30 of zo. Ik weet het, 8:00 en nog. Ongelooflijk, hè? Ja, ik was er wel blij mee. Dus, maar ik had over de... Ja. Ja, dat kan ik wel zeggen. Het was wel de meest bijzondere wedstrijd die ik heb meegemaakt. Dus, ongelooflijk, ja. En de dag daarna kwam er nog een soort nashock in je lichaam? Of bleef het eenmaal wel oké? Okay? Ja, want ik las ook inderdaad dat je lichaam niet helemaal heel goed reageerde op alles. Nou, eigenlijk wel, zeg maar, de dag daarna. Ja, dat is maar net wat je... Ik had wel echt heel erg veel spierpijn. Zeg maar, zoveel spierpijn, dat heb ik normaal niet. Ik ben nog wel gaan paardrijden en zo, maar ik kon gewoon niet hardlopen of zo. De dag daarna ben je gaan paardrijden? Ja, dat wel. Maar dan hoef je alleen maar te zitten, hè, dus dat is niet zo... Maar nou ja, ik heb jaren paard gereden, maar dat als je gewoon echt goed gaat paardrijden en je... Ja, het stelde niet zoveel voor nog, hoor. Okay. Het was gewoon rustig aan. Maar de dagen daarna, volgens mij ben ik pas dinsdag weer een beetje gaan hardlopen, maar ook heel rustig. Wauw. Maar ik had nog best wel tot en met... Misschien donderdag had ik nog wel spierpijn. Dus dat was wel even een nieuwe ervaring. Maar het was niet, zeg maar, pijn. Het was gewoon spierpijn, maar niet super pijnlijk of heel vervelend of zo. Maar wel gewoon dat je denkt van, nou, liever niet hardlopen. Roxanne, heb jij wel eens zo'n hinkenmoment gehad? En kijk, ik heb wel eens een rondje Sloterplas. Dat was mijn eerste 6 kilometer. En toen 3 weken later besloot ik er nog één te rennen. En toen dacht ik, wauw, dit had ik nooit verwacht. En toen deed ik zelfs nog een rondje. Terwijl ik eigenlijk al op was, dacht ik, doe nog één rondje. Toen had ik 18 kilometer gedaan. Terwijl ik 3 weken daarvoor voor het eerst 6. Ik dacht echt, wauw, ik ben de hinken van deze wereld. Wat is jouw hinkenmoment geweest? Nou, ik heb niet echt een hinkenmoment. Maar ik heb wel een keer dat ik gewoon... dat was dus per ongeluk. Bij mij ging het wel per ongeluk. Ik ging gewoon een rondje hardlopen zonder doel. En ik dacht, nou, 10 kilometer is prima. Maar dat werden er 17. Maar dat komt omdat ik een heel mooi eigenschap heb. En dat is dat ik overal de weg kwijtraak. Dus dat gebeurde bij mij ook. En dat was niet eens al te ver van huis. Want dat kan natuurlijk ook niet als je uiteindelijk met 17 kilometer weer terugkomt. Maar ik was wel goed de weg kwijt. En uiteindelijk kwam ik een soort van helemaal verdwaasd en verwilderd na etenstijd weer terug. Maar ik heb het overleefd. Ik voelde me niet echt hinken, ik voelde me wel gefaald. Maar je hebt het wel gedaan. Ik heb het wel gedaan. Maar had jij toen ook mindfucks nodig om jezelf te motiveren? Of dacht je gewoon meer van, shit, waar woon ik? Ja, dat de grootste mindfuck was, waar ben ik? Dus dat, niet echt, nee.
Ja, ik... Maar Hinke, want daar doelde ik eigenlijk op. Ik las iets online over dat je op een gegeven moment... Hey, je bent ook die marathon van Berlijn gaan lopen nog daarna. Ja. Maar dat trokken je bovenbenen niet. Of in ieder geval, je kreeg een stressfactor. Ja, nou op zich, de marathon van Berlijn, dat trok mijn bovenbenen echt supergoed nog. Ging nog best echt supergoed. Ik liep daar en iedereen zei van ja, als je een 100 kilometer hebt gelopen, kan je de marathon wel vergeten. Maar bij mij is dat dus omgekeerd. Als ik een 100 kilometer loop, dan loop ik de week daarna echt heel hard. Dus dat was ook wel leuk. Maar dat was het probleem nog niet. Het probleem was dat ik daarna doorging, zeg maar. En ik was, mijn benen waren gewoon die afstanden überhaupt niet gewend. Gewoon, nou ja, marathon nog nooit gedaan. En ja, dat was wel... Je moet dan wel eventjes rust nemen of zo. Want je botten zijn het ook gewoon nog niet gewend. Dus dat was eigenlijk een beetje een overbelasting. En het was wel goed gekomen als ik naar Berlijn rust had genomen. Maar ik ben gewoon doorgegaan. Dus ik heb toen gewoon 2 wedstrijden gedaan. Ook... volgens mij had ik 2 weken daarna een 10 kilometer... en de dag daarna een halve marathon. En die halve marathon, dat is het moment dat er toen iets in mijn benen ging gebeuren. En op zich was dat ook nog niet een probleem geweest... als ik zeg maar gewoon naar mijn lichaam had geluisterd. Want ik voelde in die week daarna wel van... nou, bovenbenen, er zit iets niet goed. Het is een beetje pijnlijk. Ik zou misschien even moeten rusten. Maar de week daarna, toen had ik een marathon. Want ik dacht van nou, ik ben lekker bezig. Marathon is prima. Alle afstanden vind ik wel goed. Maar daar ging het pas mis, omdat ik had dus een heel klein scheurtje denk ik in mijn bovenbeen. En het was misschien na 2 weken rust was dat goed gekomen. Maar toen ging ik dus de week daarop een marathon lopen. En toen ben ik een beetje door de pijn heen gelopen. En toen in één keer was het einde oefening en had ik een stressfractuur. Oh, maar, wat gebeurde er dan? Ik had nog nooit een blessure gehad. En ik wist niet zo goed wat er gebeurde, maar ik kon er gewoon niet meer op staan. Dus tijdens het lopen, dat was echt in de eerste paar kilometer van de kustmarathon, toen kon ik er niet meer op staan. Toen moest ik uitstappen. En ik vond het toen niet echt een super groot drama of zo. Ik dacht van, nou, het kan gebeuren. Maar die avond, toen had ik in één keer echt heel veel pijn. Dat ik gewoon echt niet kon slapen van de buiten. Dus toen dacht ik al van, nou, wat is dit nou? Hier is wel iets aan de hand. Ja, en... En toen iemand die ik ken, die had gevoeld en die zei van... oh, dat is een spierscheurtje. Oh, maar nee. Dat, dus ik ben daar ook gewoon te lang... ik dacht van, nou, het gaat wel weer over, niks aan de hand. En ik moet gewoon eventjes een paar weekjes rust houden en dan gaat het wel weer. En pas een maand daarna, toen heb ik een scan laten maken... via een sportarts van het UMCG, een hele goede sportarts. En toen was het echt overduidelijk een hele dikke vette stressfractuur in mijn bovenbeen. Dus dat is ook alweer speciaal. Oei. Maar ja. Ik heb wel een tip voor jou ook dan wel. Luister wel naar mensen met een medische achtergrond. Ja, nou ja, gaan naar de dokter. Ja. Dat is sowieso. Dat is wel een goed advies voor iedereen die denkt dat er iets aan de hand is. En dan ook om naar een sportarts te gaan en niet gewoon naar een arts. Nee. Want de arts die zegt altijd van ja, ga maar eventjes rust houden. Maar een sportarts die laat ook gewoon een scan maken. En dat was wel heel nuttig. En dat kan ik inderdaad wel aanraden om dan gewoon ten eerste naar je lichaam te luisteren. Want ja, ik had gewoon nog geen ervaring met blessures, dus ik had geen idee. Ik dacht van, nou gaat het wel goed. Dus als pijn doet, gewoon stoppen, rust nemen. En als je pijn hebt en het blijft, dan moet je misschien even naar een arts gaan. Ja. Maar uiteindelijk heb ik natuurlijk niet volledig geluisterd naar de sportarts. Want die zei, want in november is die scan gemaakt. En die zei van, ja, je moet echt 6 weken rust houden. Maar ja, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik heb 2 weken rust gehouden en toen ben ik weer gegaan. En dat ging Poefje. Goed. Wow. Kijk, ja, maar uiteindelijk is jouw lichaam. En je voelt zelf aan. Je moet altijd een beetje een mix hebben van wat anderen zeggen en wat je zelf vindt. Ik bedoel, ja, uiteindelijk voel je het zelf het best. En gaandeweg leer je ook gewoon hoe je lichaam werkt. Ja, je bent mentaal wel echt supersterk. Want dit is ook een beetje het thema van onze podcast. Is de mindfuck die we allemaal wel kennen tijdens het hardlopen. Nou, volgens mij... kom jij die niet heel vaak tegen? Behalve in Portugal, daar was ik wel heel even benieuwd nog naar. Want toen moest je zelfs overgeven en ben je gevallen. En ben je zelfs nog doorgegaan met de trailrun. Ja. Had je toen niet heel even die mindfuck? Ik zoek hem toch, weet je wel. Ja, ik ben toch benieuwd, hè? Zit hij niet toch ergens daar? Maar het is ook niet zo... Want dat ik mentaal sterk ben, dat weet ik niet zo goed of dat echt zo is. Ik bedoel, ik heb ook het gevoel dat als je loopt, dat je daar vanzelf sterker in wordt of zo. En het lopen heeft mij ook wel een sterker persoon gemaakt. Maar ik heb toen wel echt eventjes gehad dat je gewoon aan jezelf twijfelt en denkt van ja, wat moet ik nu eigenlijk? En dat had ik met de 100 van Winschoten niet. En dat had ik in Portugal wel. Ja. Dat heb ik nu ook naar jouw verhaal. Dat ik aan mezelf ga twijfelen. Aan jezelf. Want voor mij is jouw verhaal is één grote mindfuck. Omdat jij opent jouw verhaal eigenlijk met... ik ben een recreatief loper. Ik ben niet zo fanatiek, zeg maar. En vervolgens vertel je... ja, toen had ik een marathon hier gelopen. En toen had ik de volgende week weer een marathon en die ultra lopen. En ik hoor dit en ik denk, holy shit. Als dit in jouw hoofd een, zeg maar, normaal is... nog niet op, zeg maar, superhoog...
wat ben ik dan nog, denk ik ineens. Maar ja, ik vind het echt heel bijzonder en heel leuk om te horen dat je doet dezelfde sport, maar je kan er in je hoofdje kan je er gewoon zo anders in staan. En dat verschilt dus echt per iedereen. Dat verschilt echt per persoon wat dat met je doet. Als ik zo'n verhaal hoor, dan word ik heel nederig en denk ik, wauw, zo zal ik nooit worden. Terwijl misschien, ik twijfel zelfs aan of het feit of jij jezelf als een ultraloper ziet, omdat je doet het maar gewoon. Maar ja, ik weet het niet of het helemaal doorkomt hoe goed jij dus blijkbaar bent. Nou, ik ben eigenlijk nu ook wel heel benieuwd hoe dit dan allemaal ten opzichte van elkaar staat. Hoe staan wij erin? Okay. Hoe verschillend staan wij erin? En dan komen we namelijk ook nu uit bij de stellingenronde. Juist. Yes. Er zijn een aantal stellingen ingestuurd door onze luisteraars. En daar gaan we gewoon mee beginnen. Ik noem de stelling. En dan antwoorden we daar alle drie gewoon voor onszelf even op. Zo snel hoe we erin staan. Ja, dus eerste reactie, Inke. De allereerste is voor jou. Soms haat ik lopen. Nee. Of moet ik iets anders zeggen dan nee? Nee, absoluut. Nee, Inke. Iedereen kijkt zo wel. Ja. Nee, ik haat lopen niet. Nee, nooit. Nooit. Ik heb wel eens haat verlopen. Ja? Maar dat, de versie die ik dan haat van mij is gewoon de versie die niet optimaal is. En bijna altijd na zo'n dag dat ik haat heb voor de sport en voor mezelf, komt het de volgende keer weer ultiem tegenovergesteld terug. Dus dan ben ik ineens zo trots en gaat het zo goed en word ik zo blij. Dus haatliefde. Ja, haatliefde is echt wat ik nodig heb. Ja, nee. En jij? Nee, ik haat lopen eigenlijk ook nooit. Nee. En daarmee komen we bij de volgende stelling. Wandelen voelt als falen. Hinke. Wandelen tijdens hardlopen bedoel je? Zo niet meer kunnen. Nee, dat voelt niet als falen. Je moet gewoon doen waar je goed bij voelt. Dat gaat wel ten koste van je tijd. Maar ja, soms als het nodig is, dan is het nodig. Ja. Ja, ik voel mezelf altijd een beetje, als ik wandel tijdens lopen, dan voel ik me een soort mislukkeling. Mislukking, ik weet het even niet meer. Maar zelfs met intervaltraining ben ik altijd een beetje bang om tussendoor te lopen. Want dan lijkt het alsof je niet meer kunt, terwijl je net hebt gesprint. Dus ja, ik voel er wel een beetje angst voor altijd lopen. En ben ik je dan bang ook dat anderen naar je kijken? Ja, ze van, oh kijk, ik kan niet eens meer lopen. Kijk, hem is wandelen, loser. Terwijl niemand denkt zo. Terwijl je heel serieus aan het trainen bent. Ja, interval is hartstikke zwaar. Dus ja, ik heb het wel een beetje, maar het is niet falen. Ik vind het niet falen. Het is wel goed om soms even stil te staan. Oké, kan ik nog? Voelt alles goed? En weer door. Ja, ik ben het daarmee eens. Voor mij voelt ook wandelen tijdens het hardlopen niet als falen. Maar is het eigenlijk vaak ook wel gewoon een heel waardevol onderdeel ook van je training, zoals met interval. Mm-hmm. En daarnaast wat ik voor mezelf heel erg merk is als ik ga wandelen tijdens het hardlopen, dan raak ik pas echt vermoeid. Ik weet niet of je dat herkent, Hinke. Ja. Maar als je echt een heel stuk hebt hardgelopen, mm-hmm, en je gaat wandelen of stilstaan, zeker met intervaltrainingen bijvoorbeeld, mijn benen lopen vol en daarna denk ik echt, oh, dit is zo zwaar, de eerste meter. Waar is mijn suikerbrood? Denk ik. Ja, dat is wel waar. Ja, dat heb ik ook wel. Ja. Dus het maakt het niet per se makker. Stelling 3. Na het hardlopen heb ik altijd een goed gevoel. Ja, ook al gaat het echt superkut, dan nog voel ik me best wel blij. Ja. Ik denk dat... Ik heb nog nooit spijt gehad van een workout. In mijn hele leven niet. En dan bedoel ik gymsessies, fietssessies, zwemsessies, hardloopsessies. Het voelt gewoon altijd goed en tevreden, ook al ging het slecht. Dus even when it's bad, it's still good. Ja, ik heb dat ook wel. Ja. Wat ben je instemmend? Ja, hè? Ja, dat is jammer. Ja, dat is wel jammer. Ja. Nou, het enige wat ik voor mezelf kan bedenken is dat ik, als ik een blessure heb bijvoorbeeld, weet je wel, als je gewoon niet lekker kan lopen en dat je dan moet gaan vaak of zo, daarna dan voel je je wel echt een beetje shit. Want dan denk je, hoe lang gaat dit duren? En kan ik dan morgen niet meer? Dan kan ik dan de volgende week niet lopen? Nou, dat soort dingen eigenlijk. Stelling 4, lopen in de regen is, je moet de zin afmaken. Ja, eigenlijk best wel fijn, omdat ik het altijd heel warm krijg en van regen koel je een beetje af. En met regen dan doe ik vaak toch niks anders, want ik heb altijd een beetje competitie tussen paardrijden, hardlopen en tijd doorbrengen met mijn vriend of vrienden. En zeg maar, die andere twee vallen dan al af, paardrijden en sociaal dingen doen. Dus dan is echt het goede moment om te gaan hardlopen. Zeker doen, leuk. Ja. Ik hou ervan. Maar dan liever beginnen en dat het dan gaat regenen dan in de regen naar buiten. Ja, dat is meestal niet echt goed voor je humeur. Ik heb ook, als ik inderdaad dan gewoon voor het raam sta en denk ik wilde nu gaan hardlopen, waarom deze stortbui nu? Ja. Dat voelt toch wel anders dan als ik aan het hardlopen ben en ik krijg dan een stortbui op mijn hoofd. Want dan denk ik wel, oh lekker verkoelend. En als ik thuis kom, dan spring ik onder de douche en dan... Ja, dat heb ik ook. Heerlijk, ja. Mm-hmm. Dat is ook een beetje een soort beloning, hè? Zo mindfuck je jezelf dan misschien weer van, nou, ik heb straks die warme douche. Nu even afzien, even doorbijten en straks weer herpakken met Netflix, ontspanning, heerlijk, douchen en de beloning gewoon. Ja.
Oké, ik ben wel eens afgehaakt tijdens een wedstrijd of een training. Ja, zeker weten. En ik vind eigenlijk ook dat dat helemaal niet erg is. Als je niet goed voelt, als er iets niet goed gaat, als er iets scheurt of iets breekt. Zoals jij. Ja, ja. Ga stoppen. Ja, ja. Oké, de regels is als iets scheurt of breekt, mag je stoppen. Martin, vertel. Dat gaat er redelijk ver. Wanneer brak jij voor het laatst je been? Zo, ik heb mijn ego gebroken tijdens dit gesprek. Ja. Nee, ja, stoppen. Ja, ik heb wel eens een wedstrijd gehad waar ik aankwam. En toen hoorde ik het startsignaal. En toen dacht ik, Jezus, waar ga ik aan beginnen? Die heb ik toen op eigen initiatief uitgerend. Ik ben de groep kwijtgeraakt en ben maar gewoon 11 kilometer heen en 11 kilometer terug gaan rennen. Mm. Heel veel mensen zouden hem niet zijn gestart of überhaupt niet hebben uitgelopen als je de route kwijtraakt. Ik kon toen door en toen ben ik doorgegaan. Maar als er iets inderdaad met mijn lichaam aan de hand was geweest, ja, dan moet je gewoon echt stoppen. En diabetes roept me heel vaak terug. En ja, dan is er gewoon geen andere optie. Ja, nou, als ik weer even in mag haken op ons thema mindfuck, nou, dan was dit wel het moment dat mindfuck ervoor zorgde dat ik eventjes moest stoppen. Ik ben daarna wel weer doorgegaan, maar dit was namelijk tijdens een run niet al te lang geleden met een vriend van mij. Wij gingen de rode pareltjesroute lopen. En tijdens nooit de rode... Nooit van gehoord. Ja, Jeroen heb ik het over. Jeroen, als je luistert, hoi. We gingen lopen en hij is gewoon supersnel. Dus ik ging met mijn goede gedrag daar achteraan en... op een gegeven moment was ik zo moe dat ik riep, ik kan niet meer. En toen zei hij, nog 100 meter. En 100 meter werd 200 meter. En na 200 meter dacht ik echt, ik kan echt niet meer. Dus toen zei ik kan niet meer hoor, ik stop ermee. En toen ben ik gaan wandelen. En toen riep hij nog heel hard, nee, dat moet je niet doen. Want dat is voor je PR niet goed. Zo. Dus toen uiteindelijk, ik wilde gaan wandelen. En toen ben ik uiteindelijk dus toch doorgelopen. En dat vind ik ook wel weer echt het ultieme voorbeeld. Ja. Waarin je laat zien dat... Ja, dat mentaal echt zo'n belangrijk aspect is als het aankomt op volhouden en hardlopen. En nou ja, eigenlijk waar je eigen psyche is je ergste vijand. In het begin merk je misschien dat conditie je tegenhoudt. Maar op een gegeven moment is het toch echt meer dat mentale wat je en kan motiveren en demotiveren. En precies wat jij zegt, jij voelde je sterker, je werd ook sterker. Als het ware een soort betere versie van jezelf toen je ging lopen. Ja, juist door niet op te geven en door te gaan, ook al is het kut. Word je dus in mijn ogen dus ook een betere versie van jezelf. Dus ik vond het wel heel mooi dat je dat ook zo ziet. Ja, mooi. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze allereerste podcast. Hinke, super bedankt dat je er was. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het echt leuk. Leuk dat je er was. En ja, iedereen bedankt. En ja, inderdaad, hè, Martin. Ja, ik vond het echt een heel fijn gesprek. Zo. Ik vond het heel erg leuk om met jullie perspectieven te delen. Ik zie jou natuurlijk als collega, maar ik weet helemaal niet wat er in je hoofd omgaat tijdens het lopen. Ik heb nu een beetje een inkijk in de echte jou. Ja, hè? En dat vind ik fijn. Ja, leuk. Ja, ja, ik vond het onderwerp ook echt heel erg leuk. Maar wat je zei, dat je niet beseft hoe goed jezelf bent, dat vind ik een beetje ongemakkelijk, want ik denk dat iedereen dat niet van zichzelf beseft. Maar dat misschien ook wel is wat misschien anders is van mij. Dat je gewoon af en toe je eigen pad gaat en dan beseft, nou, ik kan veel meer dan ik denk. Ja, een mooie boodschap. Ja. Toch? Zo ja. Graag. Ja, ja. Vooral ook anderen, eigenlijk een oproep aan luisteraars om ook eigenlijk mee te doen aan dit gesprek door hun vragen ook in te sturen. Dus mocht je een leuke stelling hebben of wij zullen ook oproepen doen op de Liefde Verlopen pagina voor jouw input. Op Facebook. Op Facebook. Ook kun je ons privé nog vinden. Ik ben Martin, dus Martin met een Griekse ei, de Jong, op Instagram. Ja, en ik Roxanne Steiger met EIJ op Instagram. En ook daar kun je ons vinden. Daar mag je natuurlijk ook reageren als wij een post hebben geplaatst over de podcast. Met ideeën, suggesties, DM ons. We nemen het zeker mee en we zien jullie ook graag weer terug de volgende keer. En nog even eraan toe te voegen. Je kunt natuurlijk ook Runners World vinden op alle social media kanalen onder Runners World NL. En dan zien we je graag bij... we zien je niet. We horen, of jullie hoort ons eigenlijk, bij de volgende podcast. En dankjewel voor het luisteren. Start de outro.